De vierde etappe van Olympia's 3M Tour start in Diegem in België, want daar staat het hoofdkantoor van 3M, de hoofdsponsor van Olympia's 3M Tour, met natuurlijk hun eigen ploeg. En voor deze mannen is het een belangrijke dag, want die willen natuurlijk niets liever dan hun sponsor een plezier doen. Bas Tietema van het BMC Development Team die schrijft zich ook in. En dit is die eerste startrij met in het rood Twan Kasteleins, de meest strijdlustige renner tot nu toe. En Jetse Bol, die heeft de leiderstrui, de gele trui, nog altijd stevig om zijn schouders. Patrick Rogiers, managing director van 3M in de Benelux, die geeft het startschot. En de renners vertrekken voor een etappe van 150 kilometer. En we koersen in België en dus is het de organisatie gelukt een mooie kasseistrook te vinden. We rijden wel niet in, helemaal in Vlaanderen, maar dit komt toch aardig in de buurt en zorgt voor verzuurde benen. We moeten deze strook van 2 kilometer 3 keer rijden in deze tour. We rijden rondom Zaventem, rondom het vliegveld. En daar liggen nog wel wat klimmetjes, zoals deze. Ja, eigenlijk een soort mini-kouberg. En dit is de klim naar de finish. Het ligt dus niet zo voor de hand dat het hier een massasprint wordt. Dit kan nog wel voor wat verschillen gaan zorgen. Na de eerste passage van de finish ontstaat deze kopgroep. 10 mannen, René Hooghiemster, Jochem Hoekstra, Rens de Stroet, Stef Krul, Jim van den Berg, James Callum Shaw, Twan Kasteleins, Floris Gerts, Nicolas Vereeke en Martijn Budding. Dit is dus Twan Kasteleins met de rode trui, de meest strijdlustige en ook vandaag weer vooraan te vinden. En je ziet het aan het beeld, het loopt hier af en toe flink op. In het peloton, ja, daar vinden ze het wel welletjes met deze kopgroep. De mannen van team De Rijken, die verdedigen de gele trui van Jetse Bol. Die vinden het mooi zo, met een kopgroep vooraan, weinig bedreiging voor het klassement. En dus is dit een prima dagje voor ze, de mannen van Piels erachteraan. En deze man in het oranje, een van de Deense deelnemers van het Riewoldt Platform Cycling Team. 1 minuut 25, dat is de voorsprong van de kopgroep. Jim van den Berg is trouwens weggevallen met een lekke band. Dus hebben we nog 9 mannen vooraan hier op de kasseien. We rijden dan weer naar de streep in Diegem. En daar zijn punten te verdienen voor de oranje trui. Die zit stevig om de schouders van Nicolas Vereeke van team 3M. Maar Rens de Stroet pakt hier de punten. De 3 punten. 2 punten zijn er dan nog voor Vereeke. Die komt daarmee op 11. Geert van Bond die overlegt hier even met Floris Gerts, oud-renner Geert van Bond. Hij vindt het mooi om hier zijn mannen in deze Olympia's 3M Tour te laten rijden. Mooie brede wegen, zegt hij, lekker veilig en ze kunnen hier veel ervaring op doen en een goede koers rijden. In de kopgroep gaat het dan net iets te hard voor Rens de Stroet op dit stuk dat wat omhoog loopt, want vooraan wordt aangevallen. Het zijn Floris Gerts die daar vooraan wegrijdt, samen met René Hooghiemster. En in die kopgroep wordt er dan gekeken. Hier eventjes lastig met die rotonde, maar iedereen zit weer bij elkaar. En wie gaat dan die twee mannen vooraan terughalen? Nicolas Vereeke die wil wel door, maar deze twee mannen zijn vertrokken. Vooraan dus Floris Gerts van het BMC Development Team. En hier op de rug gezien René Hooghiemster van Babydump. Over de kasseien en daar rijdt ook het peloton al. Die zijn hard op weg naar de streep in Diegem. Want er moet natuurlijk gesprint worden. Hier rijdt Parkhotel aan kop en die rijden natuurlijk voor hun sprinter Wim Struutinga. Daarachter de mannen van De Rijken nog altijd de trui van Jetse Bol verdedigend. Maar toch ook aan het werk om Koen Vermeld voor te kunnen laten sprinten. Die etappewinst die is natuurlijk belangrijk. En Struutinga hier, ja, hij staat nu op 12 overwinningen in totaal. En hij zou toch wel wat graag het record van John den Braber willen pakken. Maar in de straten van Diegem lukt hem dat dan net niet. Het is weer Jef Vermeulen die het wint voor Struutinga en voor Vermeldvoort. Jef, dat was wel een behoorlijk pittig sprintje volgens mij. Ja, dit was echt onwijs iets omhoog. Normaal gesproken ligt mijn klimmen niet echt. Nou ja, dit was niet echt een klim, maar toch wel behoorlijk nog wat omhoog. En als je hier als eerste over de streep komt en ik klop mijn grootste concurrent, dat is gewoon super. Vertel eens over de wedstrijd. Ja, de hele dag voelde ik me eigenlijk niet heel erg goed. Ik had al aangegeven aan de ploeg dat ik niet zeker wist of ik mee wou doen in de sprint. Maar ja, als die laatste 10 kilometer beginnen, dan gaat er iets in me borrelen en dan wil je meedoen. Dan wil je die strijd aangaan en ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Jetse Bol blijft stevig in het geel.